drie mannen neergeschoten en aangehouden op A58. Judoka Willeboortse mag van bond naar de Olympische Spelen. Een jarenlange celstraf geëist in Kapelse overvalzaak. Zeeland nu. Koen Teuwis. Dames en heren, goedenavond. De drie mannen die afgelopen nacht met geweld op de A58 zijn gearresteerd, zijn mogelijk betrokken bij overvallen op banken en waardetransporten. Een arrestatieteam van de politie achtervolgde de mannen al vanaf Moerdijk, waar ze een overval wilden plegen op een vrachtwagen. Rond 2 uur werden de verdachten aangehouden. Ze zijn daarbij door de politie neergeschoten. En over deze zaak hebben we contact met Tinette de Jong van politie Rotterdam-Rijnmond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat voor situatie was het vannacht dat een arrestatieteam heeft moeten schieten om de mannen aan te kunnen houden? Nou, eigenlijk kregen we gisteravond al geluiden dat er mogelijk een overval plaats zou gaan vinden in Zuid- of West-Nederland. Ja, vanaf dat moment waren wij natuurlijk extra alert. En zeker nadat wij hoorden dat zwaar bewapende mannen hadden geprobeerd om een vrachtwagenchauffeur van zijn vrachtwagen te beroven. Dat was voor ons echt reden om heel snel ter plaatse te zijn. De mannen zijn aangehouden omdat ze naast de overval op een vrachtwagen ook mogelijk plannen hadden om onder meer waardetransporten te overvallen. Hoe zit dat precies? Nou goed, wat we weten, we zijn natuurlijk het afgelopen jaar geconfronteerd met een paar zeer ernstige overvallen op geld- en waardetransporten. En wat we weten is dat bij een aantal van deze overvallen ook een vrachtwagen gebruikt werd. Bijvoorbeeld om de buit in te stoppen of om de weg af te blokken. Dat zijn eigenlijk redenen dat wij denken dat deze mannen deze vrachtwagen wilden gaan gebruiken voor een overval. Wat kunt u vertellen over de drie aangehouden mannen? Nou, we probeerden hen op de A58 tot stilstaan te dwingen. Nou, zij negeerden in eerste instantie al een stopteken. Vervolgens moesten wij hen tot stilstand dwingen en hen uit het voertuig dwingen. Nou, zelfs op dat moment probeerden deze zwaar bewapende verdachten zich nog aan een aanhouding te onttrekken. Dat was voor ons dan ook een reden om hen in het onderlichaam te schieten. Ja, komen deze mannen uit Zeeland of waar komen ze vandaan? Nou, wat de identiteit van deze man is, dat weten we nog niet. Het is natuurlijk wel iets waar we vol continu mee bezig zijn om dat te achterhalen. Want het is een hele grote sleutel tot dit mysterie. Ja, weet u waarom ze juist naar Zeeland reden? Of is dat ook nog onderdeel van het onderzoek? Ja, dat zullen we uit moeten gaan zoeken. We weten wat ze daarvoor gedaan hadden. En we weten dat ze een vrachtwagen wilden stelen. Dus we denken dat ze slechte bedoelingen hadden. Maar wat deze bedoelingen waren, ja, dat is voor ons natuurlijk nu om dat zo snel mogelijk uit te zoeken. Tinette de Jong van de politie Rotterdam-Rijnmond, hartelijk dank. Ja, het onderzoek van de technische recherche op de snelweg zorgde voor lange files en veel vertraging op de A58 tussen Rilland en Schavenpolder vandaag. De snelweg was heel de ochtend in beide richtingen afgesloten. Tot in de middag is de politie bezig geweest met sporenonderzoek op de weg. Voor het onderzoek is de snelweg urenlang afgesloten. Dat leidde tot files bij de omleidingsroutes en vertragingen op bijna alle doorgaande routes in Midden-Zeeland. Nou, ik kom uit Ossendrecht en ik rijd door de polder helemaal vanuit Ossendrecht via Rilland. En dan ben ik zo onder de dijk doorgereden richting Wemeldingen en toen ben ik hier terecht gekomen. En dat komt een beetje door mijn fietservaring, want vroeger trainde ik hier altijd 's avonds. Dus. Een schietpartij hier op de A58? Ja, ik heb het gehoord vanmorgen. Niet te geloven. Ja? Nederland is veranderd in Amerika, denk ik, onderhand. Ja? Ik heb er 2 uurtjes over gedaan. Vanaf? Vanaf Breda. Dus is te doen, is te overzien. De schietpartij vond vannacht rond 2 uur plaats, ter hoogte van Rilland. Agenten van een arrestatieteam schoten daar gericht op 3 mannen in een vrachtwagen. De mannen raakten daarbij gewond. Het drietal had vlak daarvoor bij Moerdijk een slapende vrachtwagenchauffeur overvallen. De snelweg is voor het onderzoek in totaal 10 uur afgesloten geweest. Dat zorgde tijdens de spits voor files van soms 20 kilometer lang. Ja, dat is niet anders, hè? Ik kan er ook niks aan doen. Is nou de weg de 58 nog afgesloten naar Rilland toe? Nou, dat schiet lekker op. Rond het middaguur is de snelweg weer vrijgegeven. Wilt u alles rond de schietpartij, de aanhoudingen en de files nog eens op het gemak teruglezen en bekijken? Ga daarvoor naar onze website www.omroepzeeland.nl. Ja, de files haalden herinneringen naar boven aan de verkeersopstoppingen rond de Vlakentunnel. Want wat de oorzaak ook is, een probleem op de A58 heeft nogal wat gevolgen. En daarom leggen we u de volgende stelling voor op onze website. De bereikbaarheid van Zeeland is te afhankelijk van de A58.
Een overgrote meerderheid van 86% is het eens met de stelling. Een kleine minderheid is dat niet. Judoka Elisabeth Willeboortse mag naar de Olympische Spelen in Londen deze zomer. De technische staf van de Nederlandse Judobond besloot vanmiddag dat de uit Middelburg afkomstige Willeboortse wordt voorgedragen en niet haar concurrente Annika van Emde. Even voor 4 uur vanmiddag kreeg Willeboortse het verlossende telefoontje van bondscoach Marjolein van Une. Echt waar? Yes, line. Oh man. Ik voel meteen opluchting en deze stress, zeg maar, is een beetje over. En ik moet zeggen dat ik vandaag voor mezelf redelijk goed ben doorgekomen. Maar ja, ik ben natuurlijk wel heel blij met deze beslissing van de Judobond. En met de steun van mijn coach Marjolein en alle mensen die dicht om me heen staan. En mijn trainer Hans Kroon. Maar ik ben wel meteen ook vizier naar voren en... Want ik doe het niet voor een ticket naar de Spelen. Ik doe het voor een gouden medaille of in ieder geval een plak om te spelen. Tijdens 4 kwalificatietoernooien won Willeboortse 2 medailles. Van Emden won er 3. Toch is het volgens de bond genoeg. Het zal ook geen makkelijke beslissing geweest zijn. En ja, eerlijk is eerlijk, het is gewoon heftig als je 2 mensen zo dicht bij elkaar hebt die allebei bij de wereldtop horen om daartussen te moeten kiezen. Maar ik denk wel dat het goed is geweest dat ze die keuze nu hebben gemaakt. Want nu is er gewoon 1 iemand die zich helemaal kan voorbereiden op. En dat is wel het doel. Want ik denk ook wel dat je daarmee de beste kans maakt op een medaille. Het is nog niet helemaal zeker dat Willeboortse ook daadwerkelijk naar Londen gaat. Ze moet tijdens een internationale wedstrijd nog bij de eerste 5 eindigen om vormbehoud te tonen. Maar jij verwacht geen enkel probleem om dat vormbehoud nog te tonen? Nee. Nee, sorry, nee. Ik verwacht daar geen probleem in. Willeboortse wil er in Londen alles aan doen om deze bronzen plak van 4 jaar geleden in Peking te verbeteren. Ik was in Peking ook niet zo heel blij met brons in het begin. Ik wilde gewoon goud en dat is nu zeker wel weer mijn doel, ja. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 6, 4 en 3 jaar geëist tegen 3 mannen vanwege een gewapende overval op een woning in Capelle. De verdachten zijn 2 mannen uit Bergen-op-Zoom en een 43-jarige man uit Middelburg. Ze hebben de overval bekend. In oktober vorig jaar kwam de bewoner van de woning aan de stationssingel 's nachts thuis toen hij gewaarschuwd werd door zijn buurman. Er was een auto verdacht vaak langs zijn huis gereden. Toen de man binnenkwam zag hij dat zijn vriendin met een pistool werd bedreigd door 2 mannen met bivakmutsen op. De 38-jarige bewoner reageerde koelbloedig, smeet €50 op tafel en zei dat ze niet meer konden krijgen. Een van de overvallers raakte in paniek, toen gingen ze er allebei vandoor. De mannen konden al snel opgepakt worden aan de hand van een signalement dat door de slachtoffers was doorgegeven. Bij de arrestatie loste de politie enkele waarschuwingsschoten. Tijdens de rechtszaak vertelde een van de overvallers dat hij de bewoners van het huis kende van vroeger. Die avond in oktober zei hij tegen zijn kompanen dat er makkelijk veel geld te halen viel, tienduizenden euro's. De mannen besloten daarop naar Capelle te rijden, belden aan met een vuurwapen in de hand en vroegen om geld. Toen de bewoonster zei dat er geen geld in huis was, hielden de mannen haar urenlang vast en bedreigden haar. Ze doorzocht het hele huis naar geld terwijl er boven een kind lag te slapen. De officier van justitie noemde de woningoverval een grove inbreuk op het veiligheidsgevoel van mensen. Tegen de hoofdverdachte uit Middelburg eiste hij een gevangenisstraf van 6 jaar. De tweede overvaller hoorde 4 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk tegen zich eisen. Het OM eist tegen de chauffeur van de 2 mannen 3 jaar cel. Wat zit er verder nog in deze Zeeland Nu? Keuzes, keuzes, keuzes. Wat komt er allemaal kijken bij het kiezen van een geschikte middelbare school? En het einde der tijden. Hebben de Maya's onze ondergang wel of niet goed voorspeld? De 2 verdachten die dinsdag zijn aangehouden in verband met de ontploffing van de caisson in Rittem worden vrijdag voorgeleid. Ze blijven tot die tijd vastzitten. Een van de verdachten is een 24-jarige man uit Zoutelanden. De recherche heeft gisteren uitgebreid onderzoek gedaan in de ouderlijke woning van de verdachte. Verslaggever Erik Holm belde vandaag de stemming in Zoutelanden. Het grootschalige onderzoek dat gisteren plaatsvond is niet onopgemerkt gebleven in het dorp. Vooral de omwonenden in de Nieuwstraat hadden totaal geen idee wat er aan de hand was. Je merkt toch dat mensen het allemaal heel apart vinden dat dit in zo'n dorp gebeurt. Iedereen kijkt, iedereen die langs loopt, die langs fietst, je ziet iedereen kijken, er wordt over gesproken. Het is gesprek van de dag.
Nu u weet wat er daadwerkelijk is gebeurd, ja. Wat geeft dat voor gevoel? Ja, toch ook wel even schrikken. Ik weet niet of er ondertussen wat gevonden is, maar dan gaan er toch gedachten door je heen van ben blij dat mijn huisje er nog staat. De aanhouding is bij de meeste inwoners van Zoutelanden het gesprek van de dag. En dat is vooral te danken aan het feit dat ze het gezin goed kennen. Ik vind wat ik er tot nu toe van weet van de televisie en de krant, vind ik het gewoon heel zonde. En zeker voor de ouders en voor hem misschien zelf ook. Ik weet het niet, ik weet er voor de rest niks van. Dus het mij heel vervelend. Ik ken de familie, ja hoor. Ja, niks mis mee, helemaal niks mis mee. Ik denk ook niet dat er iets van opzet. Ja, zo'n hobby. Maar er zijn zoveel hier. Mijn jongens hebben allemaal die hobby gehad, hoor. Om in de duinen op zoek. Zo begon het al. En ik denk dat er heel veel op Zuid-Belanden dit wel een beetje in zich hebben. Ja, in zich hebben. Ja, hoe leeft het? Ja, er zullen gemengde gevoelens spelen, denk ik. Ik denk ook dat als er iemand verantwoordelijk voor is en hij daar iets mee te maken heeft, dat het logisch is dat ze hier bij hem uitkomen. Naast dat de meeste inwoners geschrokken zijn, vinden ze de manier waarop het onderzoek is gebeurd erg overdreven. De meeste ideeën die zo van iedereen hoort is dat het redelijk overtrokken is. Kunt u dat uitleggen, toelichten? Nou, gistermorgen ook, dan staan er 6, 7 politieauto's, onderzoeksauto's, mannen met mondkapjes, haarnetjes op. Het wordt een beetje overdreven allemaal, is het idee van de mensen op het dorp. Ik vond het een ontzettende vertoning. Al die auto's, al die mensen in en uit dat huis. En ik denk dat heel veel mensen er op Zoutelanden toch ook wel zo over denken. Hoe denkt u dat de ouders zich nu voelen? Vreselijk. Ik heb er echt mee te doen. Vind ik echt, lijkt mij wel. Voor leerlingen van groep 8 van de basisschool is weer de tijd van de schoolkeuze aangebroken. Omroep Zeeland besteedt die deze week aandacht aan. Vandaag kijken we naar de keuze voor een specifieke school. Aanmelden voor het voortgezet onderwijs gebeurt in april, maar nu al geven scholen voorlichtingsavonden. Zo'n 700 ouders en leerlingen bezochten gisteren de informatieavond van het Ostrea Lyceum in Goes. Ouders konden daar luisteren naar het verkooppraatje van de school. Nou, verkoop, dat klinkt een beetje erg reclameachtig, maar het is wel zo dat we ons willen laten zien. Hè. We willen ons laten zien, dit zijn we, hier staan we voor, dit vinden we belangrijk. Dus kom binnen, we willen het graag vertellen. Kinderen van groep 8 krijgen alvast een voorproefje techniekles. Het maken van een sleutelhanger. Je krijgt straks een stukje kunststof, plastic, en er zit een velletje op. Bij sommigen plastic, bij sommigen een papieren velletje. En dat slaat aan. Wat vind je van deze school? Heel erg leuk. Eerste lesje techniek? Ja, maar wel. En hoe vind je dat, techniek? Leuk. Ik vind dit wel heel erg leuk. Mooi lokaal. Ja. Wel grappig. Nou, wat vind je belangrijk aan een school? Waar je thuis voelt. Dat vind ik wel belangrijk. Zo'n 4200 Zeeuwse leerlingen maken dit jaar de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Daarbij koos vorig jaar het gros voor het VMBO, gaat 21% naar de HAVO en 20% naar het VWO. Bij de keuze voor de specifieke school is de sfeer belangrijk, maar niet doorslaggevend. Wat vaak de doorslag geeft, is aan de ene kant toch ook wel afstand en vriendjes en vriendinnetjes. Maar wat ik zelf belangrijk vind, is dat je ook kijkt naar wat is de kwaliteit van de instelling. En gaat mijn kind daar tot zijn recht komen? Kan mijn kind zich daar verder ontwikkelen en kan het daar goed leren? De tijd dat ouders hun kinderen opleggen naar welke school ze moeten gaan, is voorbij. Zeg, Nicky, als je ouders nou wat anders wilden dan jij, wie zou dan eigenlijk beslissen? Ik, dat ben ik. Wat vindt u van deze school? Prima school, ik heb er zelf ook op gezeten. En mijn zoon zit er ook op en we komen nu voor onze dochter kijken. Nou, dan is zeker de keuze al gemaakt. Nee, helemaal niet. Ze mag zelf kiezen. Ze mag zelf kiezen en we bezoeken alle scholen. Morgen kijken we naar het belang van de CITO-toets bij het kiezen voor het niveau. De Scheldekraan in Vlissingen wordt voor €650.000 gerestaureerd. De kraan staat symbool voor de werknemers van de oude scheepswerf de Schelde. De kraan moet voor 30 juni op zijn oude plek staan aan de noordzijde van het dok.
Na de tv-uitzending van Opsporing Verzocht gisteravond, met daarin beelden van overvallen in Aksel en Sint-Jansteen, zijn 39 tips bij de politie binnengekomen. Het gaat om tips over een auto, een kenteken en een signalement van de daders tijdens de overvallen. De overvallen waren op 11 oktober op het casino in Aksel en op 23 december op een supermarkt in Sint-Jansteen. Nick en Simon treden op 5 mei op tijdens het Bevrijdingsfestival Zeeland in Vlissingen. Het Volendamse duo is dinsdagavond door het Nationale Comité 4 en 5 mei benoemd tot Ambassadeurs van de Vrijheid 2012. In die rol reizen de artiesten met een helikopter van Defensie langs de bevrijdingsfestivals in Nederland. De restauratiewerkzaamheden aan de nieuwe kerk in Zierikzee zijn van start gegaan. Voor een dikke 2 miljoen euro worden de muren en het dak van het oude gebouw aangepakt. De stijgerbouwers zijn bezig in en buiten de kerk hun stijgers op te bouwen. Daarnaast krijgen kostbare stukken in de kerk extra bescherming. De aannemer is bezig de restauratie die dit jaar wordt uitgevoerd voor te bereiden. En daarvoor worden nu elementaire instrumenten worden ingepakt. Zoals bijvoorbeeld het orgel wat je hier achter mij ziet. Dat wordt volledig ingepakt en daar komt een kist omheen om beschadigingen te voorkomen. En dat luistert heel nauw, want een orgel is natuurlijk een teerinstrument. Er mag geen stof bij en zo en dat wordt nu aangepakt. Begin februari zijn de voorbereidingen klaar en begint het echte werk. Deze restauratie is nodig om vanwege de zwam die ontdekt is in zeg maar daar waar het de nok van het dak, de muren beneden bereiken. Daar is een zwam ontstaan door vochtinwerking. Eerder kwam er hierdoor een stuk plafond naar beneden. De exposities, kijkdiensten en orgelconcerten moeten dit jaar noodgedwongen uitwijken. Ja, de gebruikers van het gebouw die gaan we proberen te vriend te houden. Maar ze moeten dit jaar wel uitzien naar een andere locatie. Want het is niet mogelijk om te combineren met verhuren. De opknapbeurt van de kerk gaat een jaar duren. En dan nu het weer. Vandaag was er veel bewolking en af en toe viel wat lichte regen of motregen. De temperatuur liep langzaam op tot 6 graden. Morgen dan is er opnieuw veel bewolking met nu en dan regen of motregen. In de namiddag wordt het 8 à 9 graden. Op 21 of 23 december van dit jaar vergaat de wereld. Althans, zo interpreteren sommigen de kalender van de Maya's. Een allang verdwenen volk uit Midden- en Zuid-Amerika. De Maya's stonden vooral bekend om hun kennis van astrologie en architectuur. Maar niet iedereen is het eens met de uitleg van de Maya-kalender. Christine Willems uit Koudekerken maakt deel uit van een Maya-werkgroep. En zij ergert zich enorm aan de negatieve sensatiezucht en in het bijzonder aan de rampenfilm 2012. Aan het eind van de film viel er een ijzige stilte en de mensen waren allemaal bang. En ik denk, daar moet ik wat mee. Dit is niet wat de Maya's voorspeld hebben. De Maya's keken naar de sterren en dat waren hele goede astronomen. Dat was eigenlijk hun enige wetenschap die ze beoefenden. Dat was de astronomie. En de Maya's hebben voorspeld dat we aan het einde zitten van een tijdperk. En dat tijdperk duurt 5200 jaar. Op 21 december 2012 zal er heel weinig gebeuren. Er is een ommekeer in het bewustzijn van de mensen. Van het ik-bewustzijn, van het werken met de ellebogen, naar een wij-bewustzijn. Por favor, no hay mundo terminar. We rennen allemaal achter het materiële aan en dat loopt ten einde. De laatste eeuw, laten we die maar even aannemen. Wereldoorlogen, rampen, nu een financiële crisis. Eindigt dit nog goed? Dit eindigt zeker goed. Dit zijn ontwikkelingen die moeten gebeuren om naar iets nieuws te gaan. How to survive 2012, end of the world. Er worden op het internet nu al cursussen aangeboden hoe je 2012, 21 december, zou kunnen overleven. Wat vindt u daarvan? Ook dat is gewoon geldplukkerij. Ja, die cursussen worden niet gratis aangeboden. De spullen die nodig zijn om te overleven worden niet gratis aangeboden. Op 22 december 2012, mm-hmm. Hoe wordt u dan wakker? Met een gevoel van, zie je wel,
of met een gevoel van het is begonnen? Met een gevoel van het is begonnen, ja. Ja, feest. De Maya's ook. Er is een groot feest bij Chichen Itza met Cirque du Soleil. En daar komen duizenden mensen op af. Het wordt heel druk. Als ze gelijk hebben gekregen natuurlijk. En hiermee is in ieder geval wel een einde gekomen aan deze nieuwsuitzending. Straks na het weer kunt u kijken naar de Zeeuwse top 40 in concert. En meer nieuws, bijvoorbeeld over de aangehouden verdachte op de A58 op onze website. En morgenochtend vanaf 6 uur op de radio. Nog een hele fijne avond. Heeft u tips? Bel ons of mail.